hier met Eva Rusman, operationeel manager van Optisport Schelft. Je bent vanochtend vroeg gebeld? Ja, ik werd gebeld door de locatiemanager, Koen Dikhoff. Ik denk rond ongeveer kwart voor negen. Dat er een brand was in de stookinstallatie. Ja, toen kon ik de ernst van de situatie nog niet inschatten. Maar ja, die werd snel duidelijk en toen ben ik hier direct naartoe gekomen. Ja, het is vreselijk wat we hier zien. Gelukkig dat we dicht waren. Er waren een paar fitnessleden, die hebben we snel kunnen ontruimen. Maar ja, gelukkig geen kinderen die zwemles hadden. En ja, dus maar goed, vreselijk dat er zo afscheid genomen moet worden van de Schelft.